Op 5 weken tijd ontdek ik voor mij 10 nieuwe sporten. En dat zijn deze. Oh, doe dicht pijn. Zo snel je kan! Denk na over welke sport het best bij jou past. Je kan ze, vanaf het weer mag, allemaal hier beoefenen bij Thermae Sports in Merchten. Welkom bij Samen Fit. Voilà Chris, en hoe is dat nu? Zot, dat kan ik niet. Hè. Door corona kan je tal van sporten hier nog even niet beoefenen. Maar je kan hier wel komen zwemmen. Het zwembad is open en vrij zwemmen mag. En we zijn in het zwembad, maar niet om te zwemmen. Maar wel, Joren? We gaan aan Floatfit doen. Floatfit? Wat is dat precies? Floatfit bestaat dus eigenlijk uit oefeningen doen op het water, maar dan op een drijvende plank. Er zijn twee soorten, hè? Ja, je hebt Floatfit Balance, een yogales op het water, en Floatfit High Intensity, een intervaltraining op het water. En wij gaan eigenlijk het laatste doen. Bij die sport mag je een t-shirt aanhalen. Ja, inderdaad. Als je er afvalt en terug opduwt, kan het een beetje schuren. En dan is het wel handig om toch die t-shirt te hebben. Hoe koud is het water? Het water zal 8 à 29 graden warm zijn. Ideaal om high intensity te gaan. Spring er maar in, hè, dan. En, hoe voelt dat? Ja, wiebelig. Wiebelig? Ja. Voilà, voilà, voilà. We gaan starten met 10 squats. Ja. Alright. Core activatie. En recht. Voilà, heel vlot. Je mag iets meer naar voren komen, dus meer aan de voorkant. Rustig, rustig. Ja. Voilà. Mocht u pas iets groter zetten. Ik had nog nooit van de sport gehoord. Is het een jonge sport? Van waar komt die sport? De sport komt eigenlijk oorspronkelijk uit Engeland. Het is ongeveer 5 jaar jong. Dus het is normaal dat de meeste mensen het nog niet kennen. Ook omdat het weinig eigenlijk wordt aangeboden aan de mensen. Wat is de meerwaarde van die sport? Het is eigenlijk een heel groot fun aspect. Het is leuk als je er iets invalt. Het water zorgt dat je eigenlijk minder impact gaat creëren. Dus als je het vergelijkt met klassieke high-intensity training, daar heb je heel veel impact doordat de grond eigenlijk heel hard is. Hier gaat eigenlijk het water je schokken gaan opvangen. Dus iets beter voor de gewrichten. Voilà, kom aan, hè. Oh, nee. En we gaan hier eens proberen een shoulder tap te doen. Dus stik die schouder. Yes. En nu de andere kant, kom aan. Je ziet ook een heel goede sport om te werken aan dat evenwicht. Heel goed voor valpreventie later, eventueel. Al die spanning in die benen. Rustig, rustig. Zo. Ja, het begint toch te lukken hoor. Mooi eens naar voren. Voilà, pak een mooie lange rug. En naar achter. Alright. Zijn je klaar om nog eens de burpees te doen? Ik ga naar die plank. Ja, naar achter, kom recht. Zoek je stabiliteit, niet zo. Alterneren, kom aan. Maak golfjes. Ja, voilà, daar is het. Alright, Chris, we gaan voor die 5 squats, let's go. Dat is 1. Voilà. Ah, kom aan, hè. Nu mag je wat tempo achter zitten. Ah, dat is het. En Chris, wat vond je er nu van? Ik vond het echt tof. Spectaculair uitdagend, want je evenwicht bewaren op die plank is echt niet gemakkelijk. Ja, maar voor de eerste keer heb je het ook wel goed gedaan, hoor. Ja, merci. Al die kleine spiertjes dat je nu extra moet gebruiken, dat is niet zo simpel. Ja, dat is allemaal. Zeg maar, normaal geef je dus groepslessen, hè? Ja, na de coronaperiode gaan wij terug groepslessen geven. Dat mag. Oké. Zijn je klaar voor nog een rondje, Chris? Schot, man. Nu is het dan nu. Jij hebt mij doen afzien. Nu is het dan nu. Of te zoeken.